Heb je er al één buurman gesproken? Kijken in hoever. Ik kent wel te veel mensen. Het USB-stickje ook niet om mijn nek heen hangen, want daar ging het niet om. Ik kan alles onthouden. Ik kom net terug van boodschappen. Paar uur, ik heb even 2-3 uurtjes in bed gelegen. Ik spreek een buurvrouw. Sommige mensen weet ik niet, hè, voor in hoeverre ze erbij horen, ergens bij horen. Er is het echt alsof, net als dat ik last heb van die bromtoon, kunnen ze gewoon naar iedereen frequenties uitzenden, ze daardoor een bepaald radiatie op hun lichaam uitzenden, bij wijze van spreken. Zijn ze met onzin, andere ruzies jou daarbij betrekken en zo jou erbij betrekken. Zit er ook gewoon een heleboel leugens tussen om jou op bepaalde manieren te laten denken over iets. Jij aan hun kant staat, bij wijze van spreken. Er zijn steeds meer dingen aan het duidelijk worden, want ik ben steeds meer. Alles is 3-eenheidjes. En mensen die denken dat ze een soort van macht hadden of zo. Ik ben niet eens met hun bezig, hè? Laat dat voorop staan. Dus met al die buren die denken dat ze ergens zo'n macht of met hekserij of. Maar ik moet erachter komen dat een van hun. Die bromtoon bij mij aan het veroorzaken is. Hun golven als radiatie naar mij aan het zenden zijn. Het lijkt er meer op dat ze dat bij mijn buren juist aan het doen waren. Echt die weten gewoon en die boven die weten het ook. Maar zo zijn ze ook de rest van de buurt. Zijn ze ook gewoon aan het beïnvloeden. Maar kunnen ze net zo goed allemaal bij elkaar. Ik zie een jongen ook door de supermarkt heen lopen. Vooral dat ik eerder een duurscholen op een bankje zat, ik zag iemand aankomen lopen. Ik dacht, ik loop weg, die jongen. Eigenlijk goed hem eerst niet. Daarbij de rij van de chips en zo. En hij staat, wanneer ik klaar ben om naar de kassa te lopen, staat hij bij de kassa. Ik ga niet pinnen of zelf aan het werk, want ik ben niet aan het werk bij de Albert Heijn. Dus ik sta gewoon. Ik ga ook niet een extra rondje lopen, dus ik sta gewoon achter hem. Hij is een klein jongetje, ik maak me nergens druk om. We zijn met smerigheid bezig, ik weet bij wie nou. Maar, en dan toch maken, kan je niet omheen, hè? Box zetten. Alles goed. Ik zeg, alles goed, als je meer weet, dan weet je gewoon. En daarna is hij eigenlijk ook gewoon gedimd. Uiteindelijk het einde wil hij nog een soort van groeten, whatever, ook gewoon genegeerd. Want ik ga ze allemaal langs. Hoe ik aan die politie uitleg. Politie wil mij niet helpen met gangstalken. Pak ik ze allemaal individueel. Als alles gaat op USB-stick, hoe ze gedragen. Ik ga ze allemaal dingen laten voelen. Ik ga ze allemaal dingen laten denken. Zelf laten opvreten. En iedereen gaat weten wie wie is. Iedereen gaat weten wie wie is. Alles waarvan ik in ieder geval wat meer is. Als alleen een bekend gezicht en wat ook groeten altijd. Hun gaan allemaal weten hoe of wat. Er zijn veel meer mensen hè, die hier niet bij dit soortje horen. Maar als die weten waar ik last van heb, is niet dat ze voor me komen vechten of zo. Hè? Whatever. Maar mensen gaan weten hoe of wat. En zo gaan steeds meer mensen weten hoe of wat. Want het is echt alles voor me verpesten. En ik weet welke buren hiermee te maken hebben. En als die Richard en dat buurvrouwtje waar ik vandaag mee gepraat heb ook erbij horen, gaat gewoon het hele rijtje neer. Maar het lijkt net alsof er gewoon een paar in het rijtje het voor mij, voor iedereen aan het verpesten zijn. Eén negatief soortje van maken. Zou ook de nieuwe mensen die erbij komen ook beïnvloed worden en ook een bepaald gedrag gaan veroorzaken. Maar die kleine hieronder van Sabrina heb ik een schreeuw gegeven en daar is niks op teruggekomen. Daar kon hij niks op antwoorden, ook niet achteraf op terugkomen, dus ze weten het gewoon. Sabrina die kan wel een pakketje halen voor mij, maar zet in de gang, in de tasje en... ik neem mijn telefoon en mijn sigaretten mee. Toen draaide ze zich om, kwam ze de deur uit, stond ik in de deuropening. Hier is je pakketje, succes, doei, en weer naar binnen toe, klaar.
En zo hebben ze vet veel dingen. Ze zou helemaal een pakketje hier bestellen. Op een bepaald tijdstip bestelt ze een pakketje. Zit ze waarschijnlijk zelf in de auto, wachten tot de bezorger weer weg is. Hopen dat het pakketje bij mij is bezorgd. Om weer aan te bellen. Ze zou altijd bezig is geweest met pakketjes bij mij. Die gewoon de schuur in gingen. Whatever. Ga dan in de schuur maar afluisteren of zo. Weet ik veel wat hun plannen waren. Maar ook gewoon brainfuck. Alsof ik aan het wachten was op post of zo. En dan gaan hun expres post sturen. Ik was nergens op aan het wachten. En tegelijkertijd worden hun ook allemaal gebrainfucked. Dus zijn ze spelletjes aan het doen vanuit sturing, zeg maar. Nou, is hetzelfde als ze zogenaamd niet doorhebben wat er speelt. Maar wanneer ik met de incest... Ja, misschien wel best dat. Blij mijn planten nemen wanneer ik het hele huis leeg. En nu niet weet hoe ik moet gedragen. Boos naar me kijken, want jij hebt last van plagiaat, gangstalk, zelfpest en ze stelen je erfenis. Dat is echt gewoon... Maar gewoon mij een bepaalde energie willen zetten. Mij verder isoleren. Gewoon dat wat ze op internet zagen, wat dan het gebeuren was. Meedoen. Maar mensen gaan echt opgesloten worden. Mensen gaan de gevangenis in. Of ze gaan zo'n ongeluk meemaken dat ze deze shit... Dat hun karma is meteen en anderen verdienen het gewoon om dood te gaan. En als in april mensen niet aan het drijven zijn of op de bodem liggen... Ga ik het echt zelf doen. Meen ik.